Het aantal afgegeven bouwvergunningen is een graadmeter voor het werk dat de branche kan verwachten. De Bouw in Overijssel, een belangrijke werkgever, kreeg het afgelopen kwartaal 154 miljoen aan werk binnen via de bouwvergunningen. Tegen 147 miljoen in dat kwartaal een jaar eerder. Dat is goed. Ik zie alleen in de praktijk daar nog bijzonder weinig van terug. Bedrijven die hebben nog steeds te maken met forse ontslagen en de krimp is nog volop gaande. Vooral voor nieuwbouwwoningen werden vergunningen verleend. Totale waarde in het eerste kwartaal 78 miljoen tegen 57 miljoen een jaar eerder. Als je kijkt naar de cijfers in Overijssel, dan zijn er 12 gemeenten die het beter doen ten opzichte van het kwartaal daarvoor, hè, 2012. En 12 toch ook weer slechter. Dus ik heb dat kan afhankelijk zijn van een aantal projecten. Dus ik vind het levensgevaarlijk om op basis van deze cijfers echt conclusies eraan te verbinden. En dat is niet zo vreemd, want het positieve nieuws is maar zeer beperkt. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is met 348 weliswaar gestegen. Het is nog steeds ver onder de hoogtijdagen, toen per kwartaal ruim 1000 vergunningen verleend werden. Ja, I rest my case. Dat is natuurlijk wat er gaande is. Die nieuwbouwproductie van vroeger, die komt niet meer terug. Niet in die aantallen. Ik ben blij met een opleving, maar nee, dat komt niet terug.